Uh, de kern van het probleem uh, voor mij is dat er in de hele discussie over de uh, aanpak van de hypotheekrenteaftrek geen uh, aandacht is voor de verschillen uh, tussen, tussen generaties, de ongelijkheid tussen generaties. De babyboomers die hebben jarenlang, decennia lang geprofiteerd van de aftrek, en uh, in de huidige voorstellen van de hervormingen zullen ze ook blijven profiteren. Nu staat die hypotheekrenteaftrek ter discussie. En het idee is om in een aantal jaren de hypotheekrenteaftrek te gaan beperken. 22 economen hebben een voorstel gedaan om de hypotheekrenteaftrek terug te brengen van 52 maximaal naar bijvoorbeeld 30 procent. En tegelijkertijd huishoudens te compenseren voor het verlies aan inkomen, want je gaat meer betalen voor je hypotheek. ...via de inkomstenbelasting en dan bijvoorbeeld eh, het toptarief van 52% terug te brengen naar 49%. Nou, mijn probleem eh, in, in, in die hele discussie is dat er helemaal geen aandacht is... ...voor de intergenerationele eh, ongelijkheid op de woningmarkt. Mensen die jarenlang, eh, decennia lang hebben geprofiteerd van de, van, van de aftrek van de hypotheekrente... ...die hebben geprofiteerd van de stijging van de woningprijzen... Die worden straks ook weer gecompenseerd via de inkomstenbelasting eh, voor het afschaffen van die, van, die, van die regel. Dus die mensen die profiteren twee keer. Eh, tegelijkertijd zijn er een boel twintigers, dertigers, veertigers eh, die een eerste woning hebben gekocht of een tweede woning hebben gekocht. Die 6% overdragsbelasting hebben betaald. Die eh, hoge bedragen hebben moeten neertellen voor woningen, want die prijzen zijn opgedreven. Onder andere door eh, het bestaan van, van de hypotheekrenteaftrek. Uh, die mensen hebben nu te maken met, met dalingen van, van, uh, van, van de woningprijzen. Veel huishoudens die hebben te maken met een hypotheekschuld die hoger is dan de huidige waarde van hun, van hun eigen woning. Um, en vervolgens worden ze geconfronteerd met een, een toekomstbeeld waar uh, de hypotheekrente op, op de helling gaat. Ze gaan dus vervolgens meer betalen voor een, uh, voor een, uh, voor een hypotheek. Um, ik, ik vind dat on, onrechtvaardig, omdat uh, de problemen deels veroorzaakt zijn door de, door de vorige generatie uh, eigenwoningbezitters. De huidige generatie en de toekomstige generatie eigenwoningbezitters die gaan opdraaien voor, voor de kosten om, om de boel weer te repareren. Hoe zou het anders kunnen? Hoe zou het anders kunnen? Nou, je kunt je voorstellen dat je, uh, en, en, ik, en ik besef me zeer dat de politiek ingewikkeld is en ook politiek zeer gevoelig. Uh, Nederland is een vergrijzend land. Uh, een, een land waarbij er uh, een, een boel kiezers uh, steeds ouder worden. Uh, een boel eigen woningbezitters die het allemaal niet fijn vinden als er aan hun rechten wordt getornd. Maar je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld via het eigen woningforfait iets gaat doen. Dat je het eigen woningforfait afhankelijk maakt van het aantal jaren uh, dat mensen hebben geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Een van de voorstellen van de hervorming uh, van, de, van, de, van de woningmarkt, of in ieder geval een tijdelijke bezuiniging, is dat het eigen woningforfait hoger is naarmate je een hogere hypotheekschuld hebt... Nou, dat, dat vind ik een, 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 absurd, een absurde maatregel, een absurd voorstel... vanuit die intergenerationele ongelijkheid. Wat mij betreft zou uh, het eigen woningverver hoger moeten zijn... naarmate je langer hebt geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Hoe, hoe meer je hebt geprofiteerd in het verleden... hoe meer je zou moeten betalen aan... Uh, terug moeten betalen aan, 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 aan de maatschappij... Um, in, in, in vorm van ja, bijvoorbeeld zo'n extra, extra belasting. Dat lijkt mij een rechtvaardige oplossing. Waardoor je uh, jongere generaties uh, wat meer ontziet. Um, jonge gezinnen met, met kinderen, uh, die hebben momenteel te maken met hogere kosten voor de kinderopvang. Die hebben te maken met dat toekomstbeeld van hogere hypotheekkosten. Die hebben te maken met dalende uh, woningprijzen. Uh, die hebben te maken met pensioenen die niet meer waardevast zijn. Uh, het, is een, het is een heel pakket aan, aan maatregelen die de toekomst financieel steeds onzekerder maakt voor, uh, voor, voor jonge gezinnen. Terwijl uh, de, de, de vorige generatie, om het zo maar te zeggen, de generatie babyboomers, uh, lang heeft geprofiteerd van, uh, van allerlei maatregelen, lang heeft geprofiteerd van economische groei. En op de manier waarop nu wordt gedacht over de hervorming van de, van de woningmarkt, zal blijven profiteren van die hervormingen. Lijkt mij zeer onrechtvaardig.